1500 euro. 2400 geboden. 2600. Verkocht. De oester wordt in augustus in Zeeland uit de Oosterschelde opgediept door Tom Sinken en Chris van der Poel. Ja, de oester is enorm bijzonder natuurlijk, omdat er 21 parels in zitten. En dat is nog nooit gezien in Nederland, Europa. Misschien wel niet in de wereld. De parels zijn niet zo groot als gekweekte exemplaren en zijn dus niet direct geschikt voor sieraden. De vondst is dan ook vooral van grote wetenschappelijke waarde. Deze parels zijn ook nog eens een keer heel bijzonder, want ze hebben een andere samenstelling dan andere natuurlijke parels. Ze zijn opgebouwd uit calciet en niet uit aragoniet. En dat is heel zeldzaam en daarom was er veel belangstelling vanuit de wetenschappelijke hoek. Een anonieme telefonische bieder betaalt dus 2600 euro voor de bijzondere oester en laat weten deze aan Naturalis in Leiden te schenken. Daar zal de oester binnenkort voor het publiek te zien zijn.